Hey, hallo, welkom terug. Dutch Dragon hier. In de vorige episode zijn we bezig geweest met een zeegevecht. Daarin hebben we de nodige special resources gevonden. En ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe die eruit zien voordat we hier naar de Arctic campaign gaan. Dus als het goed is, kunnen we hier dan onze stad wat mee verbeteren. Ik heb er nog niet echt naar gekeken. Ik weet niet of we hier nog iets moeten verbeteren. Productie lijkt goed. Ik zie dat we de Arctic dingetjes al. Vis, canned food, schuim en aluminium. Oké. Nou, het is dat we ongetwijfeld dan in de nieuwe kolonie kunnen gaan bouwen. Hey, hier zit iets. Biopolymer. Nog een beetje. Oké, dat is goed. Dus kunnen we deze dingen nou uitbreiden. Kost graphene. Ja, die hebben we nu. Oké, maar ja, goed. We hoeven nu op zich niks te doen, volgens mij. Positieve credits halen. Multiple sectors. Even kijken. The Lunar Licensing Program provides you with a free sector in every region to get more pay off the competition. Oké. Okay. De productie gaat door, ook al als je niet in die gebieden bent. Oké. Okay. Ja, we verliezen geld. En build a production module. Select a factory. Oké. Wat zouden we hier kunnen doen? Productiviteit plus 100. Oh, kijk. Dat is dus wat het. Dus we kunnen hier iets aanbouwen waardoor die extra hard werkt. En dit kost 800. En dan neem ik aan dat een hele nieuwe fabriek een stuk duurder is. Ja, het kost 3000. Dus ja, oké. Okay. Ah, kijk, dat kan met deze ook. Nou ja, past in dit geval niet. Maar volgens mij kunnen we ze dan wel verplaatsen. De boerderij kunnen we bijvoorbeeld hier neerleggen. In dit geval niet zo'n goede keuze. En die biopolymer bijvoorbeeld, het kan wel de moeite zijn om die wat sterker te maken, want dat hebben we toch continu nodig. Als we die er eentje aanleggen hier, dan gaat hij in ieder geval meer produceren. Maar de vraag, heeft hij dan ook meer grondstoffen nodig? Staat er niet bij. Minder energie, minder maintenance, minder workforce. Ja, ik heb het eigenlijk nog niet nodig, vind ik. We zitten met alles in de plus. We hebben geen tekorten. Kijk nog een keertje na. Nee, dus wat dat betreft kunnen we misschien toch het beste voor die Arctic colony gaan. Oké, daar gaan we. It was a diplomatic feat to make the custodians open their lands for private corporations. So your choice of location is somewhat limited. Oké, we hebben drie opties. Vier eilandjes ongeveer even groot. Maar dit eiland heeft blijkbaar ook al de interesse van andere spelers. Het levert logistics bonus op. Hoge bergen op de Ikuna Gletscher. Olie. Oké. Okay. Rare materials, ja, dat zal die olie zijn. Of de Kingate Protectorate. Twee grote eilanden. En daar zitten de Climate Stabilizers. Dingen die blijkbaar het klimaat in handen hebben. En dat is de Ornamentals. Even kijken. Dat deze de beste is. Weliswaar de kleinste. Rare Materials, ja.
hebben nu gezien wat we daarmee kunnen, dus ik ga verrezen. Welcome to phase 2 of the Lunar Licensing Program. You are now authorized to enter the Arctic region and access its deposits of rare resources to implement new means of galactic travel. Your official contact person will give you more information. Oké. Goed, daar gaan we. Ice and snow. A rare sight nowadays. One you owe to the custodian's climate stabilization technology. I'm Dr. Howard Young. I speak for the Arctic Custodians. First, allow me to be clear. We expect you to abide by our directives at all times. The Arctic ecosystem is very delicate. Respect these rules and we'll get along just fine. Streng mannetje. Not exactly a warm welcome, but let's just proceed with phase 2. We need Arctic resources Select for command rocket ship. Construction. Move your so we have to command ship a base to a warehouse building on site. Oké, dat zijn deze. Ja, dit is zoals Set de oude Anno altijd begon. You want. All of the islands are suitable. Sorry dat ik doorheen I praat. Hope this helps you. Vast wel. Ja, dit is zoals de oude Anno begon. Je begon met een schip en verder was dat het. En moest je dus ergens een basis gaan bouwen. Even kijken welke opties we hebben. Dus, eiland. Kijk, een beetje een soort maanvorm. Niet ideaal. Dit is nogal klein. Dit is redelijk groot. Hier kan je best wel wat bouwen. Ja, hier wordt het allemaal wat smaller. En dan hebben we hier. Dit is een mooi vierkant. Yo. Genoeg van die waterplekjes. Sorry, my colleagues are kind of giving you the cold shoulder. We gaan deze kant op. Billy Jorgensen, nice to meet you. I run a trading post here, but business, yeah, just consider dropping by, okay? Please. Okay. The systems are half the battle. If you build a distribution center here, I can officially sign the island over to you. Okay. Alles overwegende. With the acquisition of this island, you earned the mining rights for this area. The Arctic Custodians will watch you like a hawk from now on. Yeah, that's it. Their directives are strict. But you should adhere to them while building up your basic infrastructure. The heating standards alone will be a challenge. Okay, attract a population of protectors, 25 stuks. Build and connect Arctic dwelling, 10 stuks. Dat zullen allemaal de huisjes zijn. Ja, okay. Settle your employees close to a heat source. Okay. Het is allemaal ijs. Produce canned food and produce metal foam. Oké, dat kan allemaal niet. Dan moet ik met deze beginnen. Access to heat sort insufficient. Oh, wacht, dat is natuurlijk die rode cirkel. Oké. Dus, ja, hier buiten kan niet. En de binnen kan wel. Oké, prima. Ja, dat cirkeltje is maar heel klein, dus dan moeten we maar zo efficiënt mogelijk met het cirkeltje omgaan. Dus het wordt niet heel mooi en heel strak uitgetekend. Maar goed. 3. I promise, we won't give the custodians anything to complain about. Kan dit? You can handle risks like that, can't you? Maar het kan. Oké. 2. Hier past die niet, maar daar wel. Oké. Daar past hij niet meer. Hij zou, denk ik, net die buiten binnen het cirkeltje passen. Your finances are in free fall. Time to act. Oh, wow. Okay, we gaan bijna bankroet. Fine, your settlement seems to follow our regulations well enough. You are permitted to continue the expansion of your spaceport within reasonable limits. Well, that's exactly what's on the agenda right now. The Orbital Watch is still threatening the Union trade routes. You have to establish your own shipping docks at the spaceport.
Okay, attract a population See? Of 50. It's working now. Produce metal foam. Okay, wat kan ik hier? Heeft metal foam nodig en 50 man, dus ik moet metal foam gaan bouwen. Cash zit wel in de plus. Hoewel, dat is relatief. Ik moet 5000 halen binnen een half uur. Nou, dat zou moeten lukken. Oké, metal foam heeft aluminium nodig. En dat krijg ik uit een berg. Daar. Die kost 3000 om te bouwen. Dat gaan we niet lukken. Voorlopig. Ja. Nu een klein beetje cash bijhalen. Wow, look who came in out of the cold. Kost eens een dingetje nou 900 en zoveel. Thanks for supporting my little enterprise here. Ja dus, oeps. Ik heb toevallig 2. Nee. Oh, ik heb er gelijk 10 gekocht. Oké. Okay. Beetje veel. Ah. Access to heat source insufficient. En hier past die wel. Oké, het zijn er 2 extra. Eternal winter. Well, you get used to it. Ja, inderdaad. Nee, dit gaat me niet lukken, denk ik. Althans, ik heb nooit genoeg geld om het binnen te halen. De gemeente is super hoog. Ik waarschijnlijk aan mijn andere stad. Moeten we toch even terug? Het mooie is dat dat dan wel weer kan. Daar gaan we. Yes, technically this is an unannounced intrusion into your territory. But before you report me, listen to my offer. Yes, technically this is an unannounced. Dat kan wachten. We hebben hier wel heel veel stroom over. Die nou eens stilgooien. Bam, ah, daar lopen we gelijk tekort. Even kijken. Uit en uit. Kijk, het schiet op. Veel te veel robots, ja, daar doe ik op dit moment ook niks mee. Dus ik kan deze stil, deze kan stil en die kan ook stil. Dan houden we ook weer heel veel stroom over. Ik weet niet wat jij kost, 480 en jij kost 60. Ik denk dit goedkoper. ...60 is 240. Dit was 480, hè? Ja, nee, dan kan jij niet even uit. Oké, okay, we zijn op 900 in de plus. Wat kunnen we... We kunnen in ieder geval nog wat upgraden hier. Ik heb denk ik foam genoeg. Ah, het zijn er maar 2. Misschien niet echt op. That any work to do? Zijn ten eerste extra werkers en ik betaal ook weer belasting. Zit hij te ver van een infocenter af? Oké. Okay. Ah, te weinig cash voor hem weg. Kan ik jou verplaatsen? Oh ja, wacht, het is natuurlijk hetzelfde probleem. Oh, ik kan hem ook slepen. Nice. Past niet. Hmm. Nee, helaas. Het was te proberen. Ik kan niet goed zien hoe ver die gaat. Dat in ieder
Dat is de timer. Oké, nou, in ieder geval zijn we weer wat geld aan het verdienen. Ik maak even een paar upgrades af. Nou, tot zover. Not bad here, for the most part. Rejuvenators, neuro implants en security. Ja, die kan ik bouwen. Kost ook een hoop geld trouwens. Wow. Ja, dan is de vraag of die bouwen in verhouding staat tot wat het oplevert. Ik kan deze natuurlijk al bouwen. Kijk, dat is 2000. En nog eens 4. En nog eens 6. Dus een kleine 15.000. Ja, ik denk dat we eerst dit moeten voorkomen. Dat gaat wel vrij vlot trouwens. Attention. Under provision of specific consumer goods ja, detected. Niet nodig, dat hebben ze nooit gehad. Dus min 10, ja, dat klopt. Oh, mijn voedselproductie is vrij laag. Corporation label adapted to reflect economic power. Nog eentje extra aanleg. Pas niet. Ah, ja, hier. Oh, hier. Nou, dit is perfect. Wow. Everything installed. Give it a try. Nou, dan is de voedsel geregeld. I can still improve that system. Just a little fine calibration. Ik jou nou weghaal. Deze verplaats. Dat is mijn 8, ja. Maar als ik er dan hier aanleg. Alright. Time to make some improvements. Plus 16. Kan die weg? Kunnen ze allebei weg waarschijnlijk? Blijft hij op plus 1 staan? Even gaat de gamespeed omhoog. Ja. Oké, top. Dan kan ik hem misschien ook wel upgraden. Ja, dat kan. Puur optisch. Oh, dat past er precies in. Kan jij ook weg? Hoeveel heb ik nog? Oh, nog heel veel van die speciale dingen. Oké, top. Ja, dan heb ik natuurlijk ook weer minder stroom nodig. Oké, top. Wauw. Oké, ik zit ineens op 32.000. Waarschijnlijk een level omhoog gaan. Heb ik zelf even gemist. En het lijkt me genoeg om terug te gaan naar onze Arctic Base. Dat gaan we ook doen. Maar dat doen we in de volgende aflevering. Voor nu bedankt voor het kijken. En heel graag tot de volgende keer. Mocht je het spel zelf al gespeeld hebben. Wat tips hebben. Laat ze vooral achter. Mocht je het nog steeds een mooi kanaal vinden. Zeg het voort. Want ja, ik probeer natuurlijk zo groot mogelijk te worden. En dan is natuurlijk die subscribe button onderaan heel belangrijk. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.